Vanuit het, de werkgroep Talent en met de andere IB'ers van de Schavenonschool zijn we eigenlijk al in een vroeg stadium een keer tegen een folder van de Pittige Plustorens aangelopen. En toen zijn we op de NOT ernaar gaan kijken. En toen waren we gelijk enthousiast. Eigenlijk omdat het een manier van werken is die heel erg past binnen onze visie op onderwijs. Kinderen uitdagen op een manier die niet alleen maar in het platte vlak is, maar ook het handelen bezig zijn benadrukt. En waar wij naar op zoek waren als school is eigenlijk een vorm van werk waarin de leerkracht eigenlijk niet degene is die het helemaal aan moet sturen. Het moest wat minder leerkrachtafhankelijk worden, omdat we ook wel eens beginnende leerkrachten hebben waar het best heel moeilijk voor is om met deze kinderen rekening te houden. En het ook een materiaal is wat heel erg wereldoriënterend is eigenlijk. Hè? Wat heel veelomvattend is en niet specifiek één vakgebied bekleidt, maar eigenlijk de verschillende vakgebieden samenpakt. Door het materiaal van de Pittige Plustorens komen kinderen met zaken in aanraking die ze eigenlijk gedurende normale dag niet mee zouden krijgen. En dan zie je kwaliteiten in kinderen naar boven komen die je anders niet zo snel zou zien. Je ziet eigenlijk ook een bepaalde ondernemingslust ontstaan bij kinderen. Bijvoorbeeld door dat ze zelf gaan rondbellen en contacten gaan leggen. En waardoor je als stamgroepleider gewoon verbaasd bent. Dat je denkt van jeetje, dat ze dit ook kunnen en dat ze dat zelf regelen. En dat je daar helemaal geen omkijken naar hebt. En dat is bij andere materialen meestal niet aan de orde. Dus het is iedere keer sta je weer met verbazing te kijken naar wat ze laten zien. En ben je ook weer enorm trots op de kinderen. En denk je van jeetje, dat ze dit allemaal voor elkaar krijgen. Dus dat is erg leuk.